Mijn naam is Koert Clevant Groen. Mijn naam is Inge Jansen. Ik ben René van der Wilgen. Mijn naam is Leonor Clemens. Ik ben iemand van de CS. Ik ben adviseur organisatie en ruimte en ik hou me bezig met huisvestingsvraagstukken, met name in het onderwijs. Ik ben adviseur vastgoedmanagement binnen ICS en wij houden ons bezig met beheer en onderhoud van bestaand maatschappelijk vastgoed. Ik werk voor voorzieningenplanning en vastgoedstrategie. Voor mijn werk ben ik veel bezig met het maken van integrale huisvestingsplannen. Mijn functie is projectmanager binnen het expertiseveld vastgoedontwikkeling. Ik hou van het werken aan maatschappelijke opgaven, plannen maken die de samenleving een beetje beter maken. Het mooie van mijn werkzaamheden vind ik dat we daadwerkelijk verschil maken voor de gebruiker van de panden. Als het gebouw gerealiseerd is, dan zie je die mensen daar staan en om zich heen kijken. En ja, wel denken van nou, dat hebben we met z'n allen mooi voor elkaar gekregen. De hoofdmoot is er ook nadenken, puzzelen en oplossingen zoeken. Ja, het prettige van werken bij ICS is dat je veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid krijgt. Ik werk aan heel veel verschillende projecten, waardoor geen dag hetzelfde is. De accenten liggen in elk project net weer even anders. Het is politiek, het is technisch, het is met mensen. En je werkt ook nog eens toe naar het tastbaar resultaat. We zijn dus met een grote club mensen die elkaar volledig steunen. En dat houdt in dat als jij vragen hebt of ergens niet uitkomt, dan kun je altijd op die kennis en kunde van collega's terugvallen. Ik ben iemand van ICS.